een rood lampje. En dan brandt hij. Okay. Ik kan er op zich ook in knippen. In die video. Ja, precies. En dat is maar wel fijn dat je... Dat we dit gaan doen. Ja, om, okay. om het op te nemen, ja. We beginnen met een kop thee. Ja, ik wil lekker. Wat een onderdeel van meditatie is, dat is het geluid horen van de vallende thee. Dus ook voor de mensen thuis, mocht het ja, ik kan zo af en toe gewoon tegen de camera praten, zeg maar. Dus tegen jou, maar ook tegen de camera. Tegen de mensen thuis. Het vallende geluid is al meditatie, horen. Oké. Okay. Want je hebt een afspraak gemaakt voor de eerste keer. Ja. Met, ja, ik ben gewoon benieuwd naar wat het kan betekenen voor mij. Ja. En zodoende zitten we hier. Ja. Wat meditatie zou kunnen betekenen. Ja. Nee, ik weet er heel weinig vanaf, zeg maar. Ik heb er nog nooit aan gedaan of mee in aanraking gekomen. Natuurlijk, je weet wel uit je algemene ontwikkeling ongeveer wat het is en wat het doet. En, ik heb een druk bestaan en ik ben op zoek naar manieren om dat te kanaliseren en rust te krijgen. Of wat daar mee te doen. Ja, dat is een bijna een universeel probleem en hier in het Westen. Precies, ja. En wat misschien wel wereldwijd ook steeds meer een probleem, hè? Ja. Zo van, ik ben zo vreselijk druk. Ja. Hectisch. Alles gaat sneller. Eisen gesteld misschien aan je werk. Ja. En dan thuis, heb je kinderen? Ja, twee kinderen. De maandag, dinsdag, donderdag gaan de kinderen naar de basisschool. Ja. Wat van werk doe je, mag ik vragen? Ik heb een soort werk. Ik heb een eigen bedrijf. En mijn bedrijf helpt in een industriële setting mensen op de werkvloer die echt aan het maken, aan het doen zijn, om die in hun kracht te zetten. Ja, dat werkvlak, hè? En wat. Spiritualiteit daaraan toe kan voegen. En spiritualiteit en meditatie, die woorden, die dus is voor mij dan in ieder geval ongeveer hetzelfde. Ja. En daarin, wat er naar voren kwam, is dat jouw, noem het even bewustzijnsniveau. Ja. Gewoon spontaan uitstraalt, zeg maar, naar de, eigenlijk een kwaliteitsverhoging geeft met alles wat je doet. Dus zowel in vergaderingen als in contact met anderen, als ook de creativiteit, zeg maar, die opwelt, waar je toegang toe krijgt. Ja. En want het is namelijk heel erg dat stress en zorgen maken en ook egoïstische belangen, zeg maar, dat die een rem zijn voor het in je werk. Ja. Gewoon voor het succes wat je kunt behalen en de invloed die je hebt en de bijdrage die je kunt leveren aan organisaties, mensen, noem maar op. Gewoon, hè, ik herken een aantal punten waarvan ik zeg dat daar wil ik voor mezelf meer een bevrijding in hebben, zeg maar, dat ik er makkelijker mee om kan gaan. Ja. En ook dat ik er gewoon wel geloof in heb dat het
dat wat je net zegt, dat ja. het gebeurt. Zeg maar. Ja, dat het gebeurt. Ja, mooi. Ja. Ja. En dat is niet alleen op werkgebied, maar dat is ook thuis met de kinderen, naar ja. je partner. En, in dit gesprek is dat precies allemaal hetzelfde. En dat is... nou ja, dat is ons onderwerp eigenlijk. Okay. Zeg maar, als einddoel wordt eigenlijk altijd gedefinieerd van ja, wij streven naar verlichting en naar zelfrealisatie. En natuurlijke meditatie, dat is eigenlijk zelfrealisatie herkennen op dit moment, in het nu moment. Wat is dat? En heb ik dat bewustzijn op dit moment? En als je dat kunt herkennen, als van ja, dit is een moment van zelfrealisatie, dan kan dat je beoefening worden. Dan kun je zeggen, nou, dat wil ik niet alleen hebben voor een heel kort moment, maar dat wil ik graag uitbreiden, integreren in alle dag. Ja. Nou, en dan... nou, hoe andere vormen dat beoefenen, dat laat ik me even links liggen. Ja. Maar hoe dat bij natuurlijke meditatie werkt, ik hou heel erg graag van om die ervaring te benadrukken, te leren kennen. Ja. En hoe doe je dat? Hoe pak je dat? Ja. Hoe ziet dat dan in de praktijk eruit? Je richt je aandacht op wat er gebeurt in jouw ervaring. Wat is er nu in mijn ervaring? Nou, dan ontdek je al heel gauw van er is zien, je kijkt naar mij en dat zien, dat zijn kleuren. Dan komt er ook een weten komt erop, een weten van, ja, die man aan de overkant die zit te praten. Ja. Daar heb je geen gedachten voor nodig. Zeg maar, ja. Dat is gewoon een weten. Dus je hoort klanken. En die klanken, dat zijn begrijpelijke zinnen. Dus er worden gedachten worden onder woorden gebracht. Dat gebeurt in jou allemaal, zeg maar, dat is jouw ervaring. Dus je hebt zien, je hebt horen, je hebt vormen van weten. Michiel Slechten zit een verhaal te houden, ja. Dat is gewoon een weten. En dan heb je je eigen gedachtes. Die soms afwezig zijn omdat ik praat, maar ook soms tussendoor komen met bepaalde gedachtes, komt ook in jouw ervaring, in jouw bewustzijn, komt dat op. Dus, en het belangrijkste eerste punt is te ontdekken dat er ook stilte is in jou. Stil bewustzijn, waarin dat alles verschijnt. Stil bewustzijn is wat anders als denken. Want, namelijk, als je oplet, dan kun je zien dat gedachtes oppoppen in helder stil bewustzijn. Geluid aan die kant te horen, dat komt gewoon op in stil bewustzijn. Net zoals misschien een gedachte erbij, wat ik dan nou onder woorden breng, hè? Ja. Dat komt er dan ook spontaan bij, wordt er opgeplakt op dat geluid hoorde. En dat is een auto, dat is dan een gedachte bijvoorbeeld.
Nou, dan heb je dus als het ware, meditatie is dan eigenlijk de beoefening, is eigenlijk die dat je eraan wendt dat één oog naar binnen kijkt en een andere oog die is gewoon bezig met alle dag en de normale dingen van het leven. Dus je wendt eraan dat één oog opmerkt van wat gebeurt er in mij. En dat is een heel kort uitgedrukt, zeggen ze vaak van wees stil. Wees ook stil. Ja. Terwijl er al lach is, terwijl er op praten is, terwijl je dingen aan het doen bent, wees tegelijkertijd stil. Met andere woorden, kijk met één oog naar binnen en wees bewust. Je kunt ook zeggen van, je kunt jezelf afvragen, ben ik bewust of ben ik onbewust? En daar bedoelen we mee, van als je bewust bent, dan ben je bewust van dat wat er spontaan aanwezig is in het nu-moment. En je bent onbewust als je gewoon meegevoerd wordt door de stroom van het denken. En je hebt niet door dat het gebeurt. Ja. En dat is... de meeste mensen kennen dat eigenlijk als normaal bewustzijn. Normaal bewustzijn... Dan word je meegevoerd door de stroom van het denken, zonder dat je beseft dat dat gebeurt. Oké. Ja.